In de natuur vind je overal mineralen. En ook in ons leven spelen mineralen een grote rol. We nemen je mee en we laten je zien waar. Ik sta hier op de begraafplaats Groenstegen in Leiden, samen met Stefan Glasbergen. En die heeft een biografie geschreven over Maria Catharina Zwanenburg. Wat is de aanleiding dat je die biografie hebt geschreven? Nou, de aanleiding is dat zij hier in Leiden wereldberoemd is, omdat ze bekend staat als de grootste seriemoordenares uit de Nederlandse geschiedenis, misschien wel de wereldgeschiedenis. En we staan hier eigenlijk in de buurt waar ze haar misdaden begaan heeft in de 19e eeuw. Wat voor misdaden heeft ze dan gepleegd? Nou, ze heeft 65 mensen hier uit de buurt met arsenicum vergiftigd, waarvan er 2400 levens zijn gekomen. En dat kon je in die tijd eigenlijk veel te makkelijk krijgen. Het was namelijk zo dat als je thuis last had van ongedierte, dus denk aan muizen of ratten of zo, dan ging je naar de drogist en daar werd een product verkocht dat heette operment. En daar zat arsenicum in, onder andere. Dit is de boosdoener. Auripigment. Dit mineraal bestaat zowel uit zwavel als arseen. En dat arseen, dat is dus hartstikke giftig. En dit auripigment, dat kan zich vormen langs heetwaterbronnen of door hydrothermale alteratie. Nou, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat water met opgeloste stoffen door een gesteente heen stroomt en daardoor verandert het gesteente. In sommige gevallen dan breekt dit auripigment af en vormt een nieuw mineraal, reogaar. Ook dit bestaat uit zwavel en arseen, alleen de arseenconcentratie hier is nog hoger. En als we dan toch bezig zijn, heb ik nog meer giftige mineralen. Dit is arsenopiriet, dus ook hier zit arseen in. Deze hier, dit is antimoniet en daar zit het giftige element antimoon in. Nou, antimoonvergiftiging is echt heel naar, heb ik horen zeggen. En deze, dit paarse, dit is cinnaber en dat is een kwikmineraal. Stefan, kun je nog iets meer vertellen over wat arsenicum doet in het menselijk lichaam? Ja, het is een enorm snelwerkend gif. En het pakt natuurlijk als eerste de onderdelen van het lijf aan waar het binnenkomt. Dus mensen krijgen pijn in de slokdarm, in de maag, in de darmen. Ze beginnen te braken, krijgen hele dunne diarree, denk echt koffie. En dat treedt binnen een paar minuten op. En de meest typische doodsoorzaak is dat mensen gewoon helemaal niks binnenhouden. Dus uitdrogen als gevolg van die vergiftiging. Waarom deed ze dat? Nou, het ging bij haar echt om het geld. Ze kwam uit een verschrikkelijk arm arbeidersgezin. Dus er was altijd geld tekort. En het was in die tijd zo dat mensen in die arbeidersbuurten weliswaar heel erg arm waren, maar toch prijs stelden op een fatsoenlijke begrafenis. En wat zij dus deed is, ze sloot verzekeringen af op mensen. Vervolgens bracht ze die mensen om het leven en incasseerde ze de penningen. En hoe hebben ze dat nou ontdekt? Het is natuurlijk in de 19e eeuw was het heel moeilijk om dat aan te tonen. Toen is men die lichamen gaan opensnijden. Dat is door een hoogleraar in de anatomie gebeurd, Teunis de Zaaier, die wel hier op deze begraafplaats licht. En die is organen gaan verwijderen waarin je sporen van arsenicum zou verwachten. Dus de maag, de darm, de nieren, nou, dat soort organen. En die zijn naar een tweede hoogleraar gestuurd, Eduard van den Burg, die ligt ook hier begraven. En die moest met scheikundige proeven bewijzen dat in dat weefsel inderdaad sporen van arsenicum zaten. En dat is hem bij 14 van de 16 lichamen is dat gelukt. Dus daar was arsenicum de doodsoorzaak.